0-0 tegen Almere. Vooraf zou je voor een puntje tekenen. Bob Peters, Polinaise, gelopen nog het afgelopen weekend? Nee, wat je zegt is terecht. Hè. Ik denk dat iedereen had getekend voor een punt. Want Almere staat niet voor niets derde. Is gewoon een goed elftal. Alleen vond ik ons in de kwaliteit met name aan de bal iets te weinig. Heeft ook te maken met goede tegenstander, goede druk van Almere. Maar als je hem op een gegeven moment niet kan winnen, mag je hem ook niet verliezen. En hebben we hem uiteindelijk over de streep getrokken met heel veel bloed, zweet en tranen. En dan achteraf ben je tevreden met een punt, maar met de wedstrijd en met de kwaliteit aan de bal was ik iets minder tevreden. We zagen het uitvallen van toch een van de aanspreekpunten van Helmond Sport, Peter van Ooyen. Hoe is het daarmee? Die heeft een aantal krammen, zoals jullie zeggen, in zijn hoofd. Dus die had een hoofdwonde en is daaraan gehecht. Maar heeft de laatste twee dagen terug kunnen meetrainen. Dus ik denk dat wel goed komt. Mike Haverkotte, hoe voelt het nou om toch een beetje een held tegen Almere City te zijn voor Helmond Sport? Dat zijn jouw woorden. Laat ik het zo zeggen dat het voor mij een goede wedstrijd was. En dat het lekker is dat we in ieder geval nog een puntje stelen bij Almere. Je zegt stelen. Het was toch een beetje jouw verdienste, want je had een aantal knappe reddingen. Ja, dat klopt. Dat is mooi. Voor mij is het mooi dat ik dan een paar ballen bak. Maar heel simpel, morgen staat er weer een nieuwe wedstrijd voor de deur. Dus dan beginnen we weer in de eerste minuut op 0-0. En dan is het aan mij en de jongens de taak om deze keer de nul te houden. En drie punten hier in Helmond te houden. Wel belangrijk, want vrijdagavond, Jong FC Utrecht. Volgens mij nog iets moet maken. Tenminste, dat heb jij niet meegemaakt in Utrecht, maar ze verloren daar met 2-0. Ja, maar ik heb Jong Utrecht, ik heb de beelden gezien van NAC en dat was echt wel indrukwekkend. Hè. Het was 4-1, maar dat had evengoed 7-8-1 kunnen zijn. Dus, maar dat is ook de keukenkampioen divisie. Iedereen kan van iedereen winnen, maar het is niet zo dat je morgen maar even snel van Jong Utrecht wint. Hè. Met name op basis van de wedstrijd van maandag was bij momenten echt wel heel goed. De zesde clean sheet eigenlijk van het seizoen was het afgelopen weekend. Je zou er nog een paar mee kunnen pikken. Ja, vorig jaar waren het er 10. Dus laat ik zeggen dat we daar overheen moeten gaan. Maar als ik heel eerlijk ben, wil ik liever nog wat stappen maken op de ranglijst. En kijken hoe ver we kunnen komen dan dat ik daarmee bezig ben. Alleen het is wel heel simpel. Ja, hou je als team de nul. Dan weet je in ieder geval dat je niet verliest. Dus vrienden zeggen altijd, als jij de nul houdt, dan verlies je niet. Dus er is geen woord aan gelogen. Ja, nog maar één nederlaag geleden onder Bob Peters. De rest gelijk spelen en één overwinning. Ja, het smaakt naar meer nog steeds. Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat we een lastig team zijn geworden. Dat je niet zomaar nog van Helmond wint. De wedstrijd tegen Willem II buiten beschouwing gelaten. Alleen hadden we er liever een paar meer gewonnen. Hè. Zoals tegen, denk ik, Jong AZ, waar we 1-2 maken, had je hem kunnen winnen. Tegen VVV een aantal momenten, denk ik, dat we hem nog over de streep hadden kunnen trekken. Maar nogmaals, we moeten blijven werken en proberen met name morgen tegen Utrecht een goed resultaat te boeken.